Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag. Het is een nieuwe week. Helemaal top. 3 oktober. Gisteren 2 oktober was ik 2 jaar met Stan. Maar we gaan 21 oktober een weekendje naar Rotterdam. Helemaal leuk. Dus we gaan het daar eens vieren. Ik heb hier lekker melk. Ik ga zo meteen lekker sporten. En daarna in de middag ga ik gewoon gezellig met de vriendin een rondje lopen en lunchen. Dus daar heb ik helemaal zin in. Dus ik moet wel een beetje opschieten. Het is alweer 10 uur. Ik kan echt niet wakker worden. Echt zo kut. Dus dan koffietje naar achter flikkeren en dan naar de sportschool. Ik heb lekker gesport en ik heb nu gedoucht, opgemaakt, omgekleed. Ik ga dus gezellig een rondje lopen en naar lekker ergens lunchen met een vriendin. Van de middelbare school. Super leuk vriendin met haar. We zien elkaar niet vaak, maar als we elkaar zien is het helemaal leuk. I love those friendships. Dit is de look. Een matchy look van Naked. Witte trui, topje, witte sneakers. Nou, het is een beetje donker. Maar goed. En ik ga lekker op de scooter, want het is echt super mooi weer. Nou, het is gewoon lekker weertje, dus ik ga lekker op de scoot. Het is inmiddels avond en ik heb een lekker joggingpak aan. Een groene broek met een witte top en een zwarte vest. Lekker avond gegeten en ik heb nog taart over van gisteren, dus dat ga ik nu pakken. En dan ga ik een serie kijken. Hele leuke taart om te maken. Dus ga ik vaker doen. Yum. Jongens, jullie moeten dit ook echt maken. Ik vond het wel best wel moeilijk, want hij is dus ook mislukt. Maar wel lekker. Waarom is het wel gewoon zo lekker? Dit moet nu weg. Ik ga het eten. Yum. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag... Jeetje, ik ben een partij wit geworden. Het is vandaag... Welke dag is het? Dinsdag. Toch? Ja. Ik heb nog een stagegesprek gehad, wat nog van mijn stage was van half jaar geleden. Dus dat is ook afgerond. Ik ga nu lekker sporten. Het is 11:15. Ik ga eerst even snel wat eten, denk ik. Sporten. Na sporten lekker douchen. Eten. Aan mijn assessment. Ik moet nog goed content maken, dus... Drukke dag. Wat trouwens vet kut is, is dat mijn pre-workout, ik heb deze, helemaal is gaan klonten. En dat komt dus als er vocht bij is gekomen. Maar ik snap gewoon niet hoe er vocht bij is gekomen. Want ik had ook dit zakje erin gelaten. En het deksel heeft er gewoon altijd op gestaan. Dus ik snap er niks van. Dus ik ga nu kijken of ik dit kapot kan stappen. En of het dan nog wat wordt. Maar ik denk dat het... Oké, dat werkt echt voor geen meter. Ik ga het nu hiermee proberen. Ik hoop niet dat het voor de rest van mijn leven pre-workout in het ding blijft hangen. Maar we gebruiken dit ding toch nooit. Oh my god, het stuift echt alle kanten op. Het werkt. Matig. Nou, it kind of worked. Het heeft een beetje geholpen. Het is wel wat beter dan het was. Maar het is gewoon... fucking vaag spul eigenlijk. Maar het is wel echt geklieder met dat. Op zich ging het wel makkelijk schoon. Makkelijk als ik dacht. Best. Ik moet gewoon even nieuw bestellen. Ik heb lekker gesport en ik heb voor lunch deze taco's gemaakt met gehakt avocado, sriracha, sausje. Ik heb een TikTok van gemaakt met een what I eat in a day. Dat kan je zien. Het is echt heel lekker. Ik heb lekker mijn lunch opgegeten en ik heb mijn haar dus in een oliemasker van 100% pure castorolie. Dat had ik in de vorige, ja, vorige week nog laten zien met Look Fantastic Haul. En ja, het schijnt dus, oliemasker schijnt dus een van de beste dingen te zijn voor je haargroei en haarverbetering. Dus ik ga even lekker douchen en het er allemaal uitwassen. Lekker mijn haar wassen en alles helemaal top. En dan ga ik me een beetje klaarmaken en dan ga ik nog wat content filmen. Het is helemaal leuk. En ik moet even gaan plannen voor video's en zo. Ik heb even lekker gedoucht en ik laat mijn haar opdrogen. En dan ziet het er altijd echt ontploft uit. Aan de ene kant is het cute, maar aan de andere kant is het zeg maar net niet. Bijvoorbeeld deze pluk is Hans Adder stijl. En dan hier is het heel erg krullerig. Maar het is het gewoon even net niet. Maar ik had geen zin om mijn haar wat feunen en te doen en weet ik het allemaal. En er is een heel leuk pakketje binnengekomen van My Misley. En dit is... echt een heel leuk pakketje, dus die ga ik even met jullie unboxen. Het is alweer oktober en dat betekent nog 2 maanden en dan zijn we alweer in december. En wat is het leuke aan december? De adventkalenders. Wat ik dus heb ontvangen is een mega adventkalender van My Musli. Ik ben ontzettend groot fan. Stan is ook ontzettend groot fan, want
het gaat er echt doorheen, niet normaal. Wat dus het leuke is aan een adventkalender vind ik. Ten eerste, je kan natuurlijk gewoon een cadeau doen aan iemand. Het is altijd leuk te ontvangen, want je krijgt allemaal mini verrassingen. Elke dag heb je gewoon weer een leuk cadeautje. En wat ik ook heel belangrijk vind, is some self-love en self-care. Nu in de tijden van herfst en winter en we zitten weer binnen en koud. En eigenlijk als je zo'n vakje openmaakt, dan begin je je dag gewoon wel leuk. En dan hoe leuk als je elke dag zo'n vakje kan openmaken. Ik heb een kortingspagina. Die is geldig tot eind november. Dus die staat in de beschrijving. En via de kortingspagina krijg je dus veel meer korting. Als dat je op de normale website hebt. Dus alleen via die link. En dan kan je wel korting krijgen tot wel 40 euro. Dus ik zal even de link checken. En dan krijg je dus vet veel korting. Mijn muesli is 100% biologisch. En bevat daardoor ook geen kunstmatige toevoegingen en toegevoegde suikers. Dus het is ook nog eens healthy. Een paar vakjes openen met jullie, zodat jullie een kleine sneak peek krijgen. Het gaat echt alle kanten op. Er zijn trouwens 6 verschillende kalenders. Dus je kan helemaal kiezen naar jouw voorkeur. En dit is de deluxe. Oké, wat gaan we doen? Ik ga, hier staat hier openen. Dus hier wil ik eigenlijk gewoon beginnen. Oh, wat schattig. Kijk, het zit er helemaal zo ingeschoven. Dit is toch geweldig. Dit is een chocolate berry bar. Oeh, nice. Biologische chocolade erin met dadelsbosbessen. Oeh, pure chocola. Super chill. Ik ben benieuwd naar 6. 6 is heel groot. Ik vind het echt heel leuk. Oh. Oh my god. Oh my god, dit is zo'n glas. Oh, dit is zo leuk. I need this, want ik maak dus de laatste tijd heel vaak chia pudding. En daar doe ik dus ook heel vaak muesli op. En daar heb je precies zo'n potje voor nodig. En dat heb ik niet. Dit komt echt geweldig uit. Oh my god. Nee, hou op. Met een apple grater. Hou op met mij. Nou, dit is echt zo'n perfect potje waar je dus chia pudding in kan maken bijvoorbeeld. Ook een grater bij. Dus dan kan je appel, banaan, gewoon alle soorten fruit zo. Ga je zo meteen chia pudding maken, want we moeten het nog doen voor morgen. Laten we 19 doen. Dus 19 is mijn geluksgetal, want ik ben op 19 jaren. Oh, wat is dit dan? Er zitten allemaal leuke goodies in. Dit is echt ziek chill. Dus dit is zo'n herbruikbare. Nou, ik dacht dus dat hier alleen maar eten in zit, maar hier zitten echt allemaal van die vethandige goodies in. Dat had ik echt niet verwacht. Dat had ik echt gewoon niet verwacht. Dat vind ik zo leuk. Nou, maar goed dat ik dus wat openmaak, want anders dacht ik misschien ook van... Laten we 9 doen. In het midden. Mooi. Ah, oh, dit is een mini muslietje, denk ik. Ah, oh, zo cute. Dit is de Raspberry Dark Chocolate. Ik ga het niet meer aan jullie laten zien, want ja, het moet natuurlijk wel een beetje een verrassing blijven. Maar jullie hebben nu een beetje een indruk van, oké, wat zit erin? Ik krijg echt vethandige goodies dus. Maar ook lekker eten. Dit vind ik echt heel leuk. Super leuk cadeau voor jezelf, maar ook natuurlijk om aan iemand te geven. Heel uniek. Echt heel leuk. Dus check zeker de link in de beschrijving. Check de kortingspagina en codes met korting shoppen. Het is inmiddels 17:15 en ik ga pannenkoeken bakken. Hoe leuk! We hebben hier een speld pannenkoekenmix die mijn moeder bij een bakker had gehaald. Lijkt me heel lekker. Ambachtelijk gemalen. Oh nee, bij een korenmolen is ze geweest. Oké, wat heb je nodig? Mix, melk en eieren. Super simpel. Nou, dit ga ik even doen. Oké, ik ben een pannenkoek aan het bakken. Het gaat alleen niet. Niet hebben volgens plan. 1 is er al mislukt. De eerste. Top. Maakt het niet minder lekker, want het is gewoon het eten. Yes, deze is heel omgekeerd. Ja, zeg altijd, hè, de eerste pannenkoek mislukt. En er zit ook kaas op en dat bakt ze aan. Dus gaat goed. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik heb hem lekker opgemaakt, aangekleed. Ik geef vanochtend live op TikTok en gisteravond ook. Om klaar te maken vanochtend. Ik ben nu in Amsterdam bij de parkeergarage. En ik ga naar kantoor werken. Ik ga even aan school zitten. Dus ja, helemaal chill. Ik ga er vandoor. Oké. Ik heb helemaal niet gevlogd op kantoor, of wel? Nee. Nou, ik ben in ieder geval weer in mijn auto. Ben een stuk verder gekomen. Mijn schoolopdracht, so that is great. Was weer echt zo gezellig. Op het einde kwam Kenza. Misschien kennen jullie haar wel van TikTok. Langs op gesprek. En I love her.
hebben zo gezellig gekletst. I love good vibes. Dat was echt heel leuk. Ja, we moesten allebei een stukje met de metro reizen. Dus ik heb er nog even gesproken, maar... I love meeting nice people. Ik ga nu naar Stan. Ik moet even opletten, want het gaat helemaal fout. Aloha! Het is vandaag donderdag. Ik heb vanochtend lekker gesport. Daarna, ik ga de laatste tijd heel vaak sporten met mijn nicht, Lianne. Lianne was vandaag jarig. Ze was 30 geworden. So happy birthday to you, girl. En toen gingen we bij haar een taartje eten. Nu heb ik mijn haar een beetje gekruld, maar het is nog een beetje in een strakke krul. Dus ik hoop dat het nog iets minder wordt. Want ik heb vanavond een event van Vogue. Superleuk. Met meiden van het kantoor ga ik erheen. En er kwam dus een pakketje binnen. Ik heb trouwens twee pakketjes binnen. Chiquelle en dit. En ik weet niet wat dit is. Dus ik dacht, laten we even voor de fun openen. I don't know what this is. Gewoon echt geen idee. Oh, van Bruna. Leuk. Dit is geweldig. Het zijn sieraden. Maar hier komt nog een uitgebreide uitleg over. Want hier heb ik een sauna mee. Dus dit komt nog. To be continued. Oké, ik heb net een video gefilmd. Mijn haar is wel aardig uitgezakt. Dus dat is beter. Even mijn omkleden. Oh ja, en ik kan een Chiquelle pakketje nog even laten zien. Dat is leuk, want dan kan ik misschien iets van Chiquelle aan. Chiquelle is as always Sarah20 voor 20% korting. En ik heb er 8 vet leuke items ontvangen. Dus ik ben helemaal benieuwd. Nu zit mijn haar echt perfect. Dit is gewoon hoe je het wil. Yay! Oké, ten eerste heb ik 1 broek. Dus daar ga ik alle tops op laten zien. Dit is zo'n parachute pants in het donkerbruin. Super leuk is deze. Echt, I love it. Ik heb hem in maat M. I freaking love it. En aan de onderkant zit hij dus weer zo aangesloten. Deze is echt toppie. En daarbij heb ik een top. Deze is er ook wel leuk op. Gewoon een heel simpel. Oké, deze spiegel is echt te vies. Oh my god. We need to clean this. Oké, beter. Maar dus ook gewoon een simpele top. Deze heb ik in maat S. Sorry, ik word helemaal gek. Mijn vader zit daar te boren. Ja, deze outfit is super leuk. Dit ga ik zo meteen trouwens niet aandoen, want het is een beetje casual chic. Dan dit super schattig topje. Hij is best wel kort. Holy shit. Kijk, het heeft dit patroontje. Het is een soort blouseje. Heel erg cute. Dit kan een deel of de outfit zijn voor vanavond. Ja, het is niet leuk op deze broek hoor, maar super schattig topje. Ik heb alles in maat S. Dan deze amazing trui. Ja, dit past ook echt niet op deze broek. Maar hoe cute. Ik denk dat ik hier een bralet onder doe. Dus dat stel je ziet een beetje je bra. Dat het niet heel erg is. Oh my god. Ik irriteer me zo erg aan dit boren. Ik word helemaal niet goed. In ieder geval deze super leuke trui. Met die knoopjes zo leuk. Dan deze super leuke one shoulder top. Maar hij heeft meer. Van achter. Hoe ga ik dat doen? Is hij dus zo. Ja, ik heb mijn BH een beetje los moeten doen. Daardoor ziet het er niet uit, maar hoe vet. Misschien wordt dit wel een top die ik aan ga doen. Because I like. Dan dit super, ja, basic witte topje. Maar wel heel leuk. Kan je echt met van alles leuk combineren. Staat ook heel leuk op deze broek, by the way. Vind ik heel leuk. Mooie veel. Ja, ik weet niet of jullie dat geboordes hard horen, maar I'm sorry. Maar heel erg leuk. I love it. Dan deze super mooie zwarte bandeau top. Misschien ga ik deze ook wel aandoen. Deze is wel echt mooier. Deze heb ik ook in een donkerblauw. En ik vond hem zo mooi zitten. Ik dacht, hij niet is in mijn life. Maar deze dus. Echt heel erg mooi ook. En dan heb ik nog 1 ding. Moet snel gaan eigenlijk. En als laatst deze top. Ook niet normaal mooi. Maar dit ga ik nu niet aandoen. Ik ga even checken. Ik heb namelijk, ben al 3 minuten te laat. Ik moet 3 minuten geleden weg moeten gaan. Dus ik heb even stress. Oké, dit is de final look. Zwarte pantalon, dunks, die ene top met die coole achterkant, zwarte blazer, gewoon even all black. Zit je altijd goed. Ik moet nu gaan. Nou, helemaal stress, stress, stress en paniek. Maar we zitten in de auto, we zijn er zo al, 6 minuten. Echt benieuwd hoe het event is. Ik heb ook echt gehouden van honger, dus ik hoop dat er een beetje lekker eten is. En ja, in de stress helemaal vergeten te zeggen dat Chiquelle Sarah20 dus 20% korting heeft. Alle linkjes, alles staat in de beschrijving. Chiquelle is binnen de volgende dag binnen. Dat is gewoon geweldig. Ik
heb het gisteren letterlijk besteld. En vanmiddag of vanochtend kwam het binnen. Dus I love it. Ja, ik ben echt benieuwd naar het event van vanavond. Heb ik eigenlijk wel verteld wat voor event ik heb? Ik heb een event van Vogue. Echt leuk. Oké, ik moet even op de weg focussen, want dit kan echt niet. Welkom in Westfield Mall, jongens. Ah, you're in for a treat. Dankjewel dat jullie er wilden zijn bij de lancering van deze bijzondere avond. Ja, dat is fucking lekker. Die burgers zijn niet normaal. Maar kijk hoe chill. Helemaal leuk. Helemaal gezellig. We hebben lekker eten. Goed. Sarah is even naar de wc. Hoe zoom je in ook alweer? Ik heb mijn frietjes opgegeten. Rosa die heeft heel voor haar burgers ook. Laten liggen. Zo laat jij je burger liggen. We gaan zo meteen terug met de bus, maar het is heel ver rijden. Maar Sarah is met de auto, dus dat is wel chill. Merel is lekker een wijntje aan het drinken. Meer! Lieke is ook in de goud. Nou, doei! Doei! Nou, ik zit nu in de waggie. Terug naar huis. Zo, het is echt heel donker, maar ik kan zeg maar niet echt je licht aandoen in je auto, toch? Dat is zeg maar eigenlijk niet echt de vibe, maar ik doe het wel gewoon even. Was echt super gezellig. Was ook gewoon lekker dicht bij huis, was chill. Maar was gewoon even gezellig met die meiden. En we hebben dus van Skins Cosmetics een goodie bag gekregen. Ah! Fucking leuk. Dus ik ga dat thuis even met jullie unboxen. En iedereen gaf echt complimenten over mijn top die ik dus aan had. Echt leuk. Dus die had ik van Chiquelle. Dus wil je ook een complimentje krijgen? Shop. Shop it. Maar ik ben nu naar huis aan het rijden. Ik ga mijn spullen pakken en dan ga ik lekker naar stad. En morgen, want ik ben zo zenuwachtig, morgen ga ik Isabel ophalen van Schiphol. Ah! Zoveel zin in. Oh, zo raar om haar te zien. Echt, I can't wait. Oh. Ik beloof jullie, ik heb mijn make-up afgehaald. I look like a ghost. Beetje mijn ghost. Ik beloof jullie dat ik morgen dit pakket ga van Skins Cosmetics ga unboxen. Maar ik ga nu naar staan. And I'm a bit late. Like always. So I'm gonna go. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik heb mijn make-up gedaan. Mijn haar zit nog picobello. So that is nice. En ik ga jullie even het pakketje laten zien. Wat ik jullie dus wilde laten zien. Van gisteren. Ik heb Bal de Aphrodite Eau de Parfum. En een liquid lipstick. Super vet. Dus laat het openmaken. Ik heb eigenlijk weer geen tijd. Maar goed. The packaging is everything. Oh. Ik ben zo benieuwd. Oh my god. Deze geur is niet normaal. Zo lekker. En de lipstick. Ik ben benieuwd wat het voor kleur het is. Ik ben zo zenuwachtig voor Isabel. Ik kan het gewoon niet geloven. Scarlet River. Oeh. Heftig kleurtje wel. Ik heb dus geen rode lipstick, dus eigenlijk is het wel chill om erin te hebben. I'm not the biggest fan of it. Sadly. But it's nice though. Oké, ik moet echt stoppen met Engels praten. Ik ga nu snel naar beneden, alles pakken en dan word ik opgehaald. Jongens, we zijn op Schiphol. We hebben even een koffietje gehaald. We hebben mooie bloemen. We hebben een ballon. Oh. En ja, nu gaan we wachten op Isabel. Dus kom maar snel. De meid is er weer! Nee. Helemaal aan het trillen. Isabel is weer lekker thuis. Ik ga nu even sporten, want die is wel lekker geslapen. En
gedoucht en zo. Hij van, ze gaat nu slapen. Ze hebben lekker gedoucht, ze gaat nu slapen. Dus ik ga even sporten. Het oortje zit daar. Dus ja, even chillen. Nou, mijn schat is lekker gedoucht, geslapen. Yes. Dat is allemaal. En nu gaan we er open verrassen. Ja, we openen hem, maar ik hoop dat mijn oma ook nog is. Ja. En zoals zij net weg is, dan rijd ik terug af langs haar huis. Ja, daarom. Kom wel goed. Ja, let's go. Hier. Nou, het kan geen dag met Isabel zijn. Waar zijn we? Drie keer aan. Ja. Niet moeilijk. McDonald's! Lekker. Met even iets kleins. Ja. Even om het maagje te vullen. Ja, want voor dat boder is het 7:15. Dat we zitten zijn. Ja, en dan heb ik één tosti op. Ja. Dus voordat je dan wat gaat eten, dan wordt het wel heel laat. Hoi. Hoi. Ja. Kom maar uit. Nou, we back. The bitches are back. The sisters are back in town. Yes. Like, oké, we hebben een Mecco Cat op de deur dan. Jij hebt een friet en ik heb een chicken nugget. Ja. In de Curaçao hadden ze dus geen frietsaus. Ja, dat is echt kut. Dat is gewoon geen McDonald's. Ben je daar wel eens überhaupt naar de Mac geweest? Dat is ja? Leuk. Maar hoe, wanneer dan, bijvoorbeeld? Als ik uit werk kwam, had ik geen zin om te koken. Of als ik gewoon kater had of zo. Ja. Maar dat is wel ook van die lekkere trucjepan en zo. Oh. Ook niet oké okay, hoor. Ja, die zijn ook fucking... Mm. Oh. Mm. Ik heb deze saus zo gemist. Mm. Vertel even over Curaçao. Ik denk dat mensen het zo graag willen weten. Hè? Maar, nou, wat moet ik zeggen? Geweldig. Het is gewoon één dikke party. Ja. Ja, want ik heb lekker gewerkt. Ik heb gewerkt bij een strandclub. Een beachclub. Ik heb heel veel DM's gekregen van hoe heb je dat gedaan? Oh ja. Niet, maar ik heb gewoon eigenlijk op niemand gereageerd. Heel erg, maar... Ik ga denk ik op mijn Instagram en, of op mijn TikTok een reel plaatsen met alle vragen die mij zijn gesteld. En dan ga ik dat gewoon slim toelichten. Ja. Slim. Het is allemaal heel makkelijk, maar als je een beetje weet hoe en wat dan. Ja. Dus dat komt goed. Ja. Voorbij gevlogen. Ja, het is niet normaal. Voelt echt alsof ik hier gewoon nooit ben geweest. Nee. Dat is toch bizar? Je leeft daar in zo'n bubbel. Bizar. Nou, het is gewoon één party. Ja, en no, gewoon niet per se in alleen feesten, maar ook gewoon in regel, in gewoon in makkelijk. Het is zo makkelijk daar. Ja. Stress bestaat niet. Nee. Lekker. Chicken lekker. Het is heel raar, want aan de ene kant voor mijn gevoel ben je ook gewoon niet lang weg geweest dan nu. Daar dan weer zit, dan is gewoon weer... Ik vind dat ik ben weg geweest. Zo raar. Maar vind je het wel moeilijk? Nog? Ja, nog niet. Nee? Maar het is allemaal nog een beetje spannend nu. Ja. En dan krijg ik mijn... Ik heb mijn ouders nog niet gezien. Nee. Ja, vanavond ga je Ik word straks wakker morgen. Ja, en dan is het echt van ja, wat ga ik doen? Normaal word ik wakker en loop ik naar beneden naar Lisa en dan gaan we lekker naar het strand. Nou, dat ga ik nu doen. Iedereen heeft er waarschijnlijk al een planning. Ja. Maar ik ga in de ochtend 10:00. Is misschien mee bij mijn uur klaar of zo. Hè? Huh? Morgen. Ja. Met Lianne ga ik om 10:00 ochtends. Oh, dan al? Ja. Mm. Je moet even kijken hoe laat ik klaar ben. Oh ja. Ja, kijk maar. Ik wil shoppen. Ja, vind ik Ik vind het allemaal veel te snel, jong. Oh, zo lekker. Het is nu dus 5:00 en we gaan bij bovenavond eten. Maar waarschijnlijk echt pas om 7:30 of zo. Ja. Sowieso. Oh, ik bestel nooit drinken. Ik ook nooit. Maar ik heb nu wel zin om te drinken. Ja. Maar dat, kunnen we maar dat vind ik altijd een soort duur. Maar water is echt €3. Dat slaat nergens op. Nee. McDonald's is normaal een goedkoop voedsel, maar het is niet meer goedkoop zoals... Maar eigenlijk ook wel beter hoor. Ja, dat kan natuurlijk ook echt niet. Maar drinken hoeft dan weer niet duur, vind ik. Nee, maar man, kom op man. Maar daar verdienen ze het meestal. Wat? Dat kost gewoon niks. Nee. Die cola is zo fake als maar ik weet niet wat. Dat is gewoon water met zuurstof gemengd. Of soda water. Klopt. Oh my god, ik heb hem helemaal verpest. Shit. Dat we moeten happen. Ja. Wacht, ik ga hem fixen. I'm gonna fix this.
Neem jij maar een groot stuk. Hoezo? Ja, jij, je hebt niet veel gegeten vandaag. Hier. Oh, mijn kroket, dat heb je daar zeker ook niet. Nee. Maar ik heb daar heel veel bitterballen frikandellen gegeten. Oh ja. Dat bijna elke dag op het strand. Ja, maar dat hebben ze daar alleen maar, hè? Heerlijk. Ja. En je werk, had je ook echt leuk, hè? Zo leuk. Echt wel met ups en downs, hoor. Ja. Is ook echt soms niet leuk geweest. Nee. Maar sowieso heel je ervaring daar. Echt ups en downs. De ene dag denk ik, oh, ik wil nu naar huis. De andere dag denk ik, nee, ik wil niet naar huis. Nee. Zo gaat, maar... Heb je in Nederland ook de ene dag denk je, oh, ik heb zo'n goede dag. En ja, I love my life. En helemaal, ja, helemaal een top. En de andere dag denk je, wat een kutdag. Ik vind het vreselijk. Ik weet niet, wat moet ik? Waarom? Ik huil altijd. Ja. Heb je last gehad van heimwee? Nee. Nee, ja? Nee. Niet echt heimwee. Wel dat ik mensen mis. Omdat ik heel erg dingen van mijn ouders waardeerde. Ja. Maar niet dat ik denk van, oh my god, ben aan het huilen. Ik wil naar huis. Ik moet nu weg. Dat heb ik echt niet. Nee. Nooit. Nou, alleen maar beter. Ja, echt top. Sommige mensen die vinden het helemaal niet leuk, die gaan binnen 2 weken weer weg. Ja, hè? Dat verschil heb je zeker heel groot. Klopt. Sommige mensen die kunnen zich gewoon niet... Die hebben het gewoon... Die kunnen het gewoon niet landen daar of zo. En dan proberen ze het wel even, maar... Maar... Op sommige mensen zeiden laatst zo'n meisje, ja, maar die wegen hier zijn zo kut en dit is kut. En denk ik van, waar de fuck maak je je druk om? Ja, dat is gewoon met een fucking eiland, paradijs, ja, dan is het overal om te janken. Nou, dat is het gewoon niet voor hem gemaakt. Nou. Ik weet ook echt niet of ik het zou kunnen, maar ik kan nu een soort moeilijk oordelen, omdat je dan een vriend hebt. Dan denk je zo erg van... Als een vriend zou hebben, had ik niet gedaan. En dan kan het niet. Gaat niet, iedereen schat... Nou, dat kun je ook kut, maar iedereen op kunnen zag het vreemd. Dus ik heb nog geen één relatie gezien waar het goed ging. Nee. Geen één. Ja, maar je bent jong. Dat is toch logisch? Ja. Je leeft in een bubbel. Ja. Je leeft om elkaar heen. Ja. Je bent 6 uur tijdverschil. Ja. Je spreekt elkaar bijna niet. Ik had het die week al, toen heb ik Stan zo weinig gesproken. Want als ik wakker werd, ging hij avondeten. Nou, als je wakker bent, dan ga je een beetje ontbijten en zo. En dan gaat hij weer slapen. Dan ga jij je dag. En dan ben jij net weg en heb je geen wifi. En dan gaat hij slapen. Ja. En dan, ja. Hele goede relatie. Nou, dat heb ik ook niet eens uit te maken. Maar vriendin van mij ook. Haar vriendje komt. Naar Curaçao om haar op te zoeken. En die heeft ze gewoon na een week heeft ze die weggestuurd. Want ze had een ander. Ja. Ja. Ja, dat daarom... Ik heb geen één relatie die het daar heeft gered. Nee. Tot nu toe. Maar als je echt een goede relatie hebt, ja dan... Ja, ik zou me niet voor kunnen stellen om Stan een half jaar niet te zien. Ja, ik zou ook die keuze niet maken om een half jaar weg te gaan als je in een relatie zit. Nee. Hoezo wil je dat? Nee, inderdaad. Kijk, tenzij je moet echt van werk of zwaar, dat je echt daarheen moet. Ja, bijvoorbeeld Isa Luna, haar vriend, zijn ouders gingen toen verhuizen. Ja, maar dan kan je er niks aan doen. Dan kan je zeg maar niks aan doen. En toen was hij 17 of zo, ja. Kleine kans. Maar die hebben ook echt lang... 3 jaar of zo. Als een lange afstand. Ja, ik vind het knap hoor. Maar ja, daar ging ze wel heel vaak over verliezen. Ja, oké. En dan zit je met je ouders. Dan zit je niet op een party island. In een studentenwoning. Inderdaad. Nee, precies. Oké, maar ik denk dat we gewoon weer lekker naar huis gaan. Ja. Dit was even een mini... mini mukbang. Ja. Er komen er nog meer daar. Ja. We zijn zo zenuwachtig. Isabel gaat nu dus de ouders verrassen en die weten het gewoon niet. Ik heb mijn auto van Oh my god. Ik ga het allemaal filmen. Dus dat ga ik inplakken. Maar je moet sowieso via die deur, hè? Ja. Is die open? Ja, die is allemaal open. Maar zal ik eerst gaan en jullie even appen? Ja. 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 Oh my god. Hey, ze moet echt zorgen dat ze niet naar de keuken komen. Nou, kom maar wel gelijk. Ja, zit allemaal, kom. Oh, ik ga huilen. Snel. Oh, dit wordt zo eng. Op je telefoon. Ja, ik heb het. Ja, maar als ze hier... Is het gordijn dicht? Ja, dit zien ze al, hier. Hier zien ze het toch al? Ik ga hier snel gaan. Oké, jij komt gewoon opeens. Ga jij maar, of niet? Ik kan al nu al komen, anders is het gordijn is dicht.
Kom, kom. Hallo. Hallo. Ah, wat is dit nou? Nou, dat is niet normaal. Nou jongens, ik ga nu naar huis. Het is overbelicht tijd. Nee, het is 1:15. 11:45 bedoel ik. Het is echt super gezellig. Echt helemaal leuk dat Isabel weer thuis is. En het waait echt koud hard. Nee, het was echt super gezellig. Appeltje, I love it. Ik ga nu lekker naar huis. Morgen ga ik om 10:00 hier weer lekker ontbijten. Voor Lianne's verjaardag heb ik nog zin in. Dus ik ga lekker mijn make-up hier ervan. Lekker slapen. Helemaal zin in. Good night. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Isabel's spullen staan er allemaal nog. Maar gisteren was echt super gezellig. Echt leuk etentje gehad. Heerlijk gegeten. En super gezellig. Nu ga ik lekker ontbijten bij de barista met Lianne, mijn nicht. Want ze was jarig van de week. This is my look. Dit superleuke schattig vestje van Chiquel. Pantalon, tassie. Helemaal cute. En ik ben ook zo verliefd op dit hoekje. Zo cute geworden. I fucking love it. Maar ja, ze komt er ook moment aan. En ik heb een leuk cadeautje. Allemaal leuke dingen besteld bij Look Fantastic. En in een box gedaan. Dat ga ik aan haar geven. Yay! Annemarie en Edwin Sassen. Annemarie en Edwin Sassen, zijn jullie. Even naar voren komen. Want getrouwd of verloofd? Dat is wat jij vroeg aan mama op de reunie van de basisschool. Na elkaar jaren niet gezien te hebben, was dit dan een moment waarbij de vonk voor jullie oversloeg. Toch? Ja. Nu zijn jullie inmiddels 25 jaar getrouwd. En nog hartstikke verliefd op elkaar. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Het is niet morgen, want het is al 2:15. Gisteren was een super gezellig feestje. En vandaag ga ik gezellig met Isabel en Bo borrelen. We gaan naar Isabel haar oude werk, naar de Harbor Club. In ieder geval, ze gaat er ook weer werken. Nu zien we er mee dat is. Maar de outfit of the day is... leuke hakken. Laarsjes. En dan een oversized sweater, jurk, giletje erop. Helemaal cute, toch? Alleen Isabel, we zouden dus om 2:30 gaan en het is nu 2:15. En Isabel is nog niet wakker, want waarschijnlijk is ze nog aan het slapen van de jetlag. Dus dan moeten we wachten. Het is inmiddels al 4:50. Bo en ik zijn echt al zo lang aan het wachten. Ja. Maar Isabel is dus een jetlag en ze lag nog te slapen. Maar we kunnen gewoon niet wachten om daarheen te gaan. Ik heb zoveel zin in. Ik heb zoveel zin in lekker eten, lekker wijntje. Oh, maar ja. Wij zijn helemaal ready. Dus nu nog wachten. Maar ze komt er elk moment aan, denk ik. Zo, we hebben lekker eten. Broodje, sushietje. Helemaal gezellig. Ja, dat het... nou, ik heb net heel de tijd in de zon gezeten. Lekker. Nee, daarom heb ik ook zo'n hete. Nou, jongens. Ja. Ja.
Nou, dit is echt ronde 20. Ja, we hebben alleen maar stofjes. Alleen maar kleine, lekkere rondes. Ja, maar we hadden toch rood fruit? Ja, het eerste. Ja, maar we hadden tonic rood fruit. Dat is een van de... Nou ja. Wat een gin tonic, dan met rood fruit. Niet met anijs. Wil je nog een beetje roze gin, dacht ik, maar lijkt maar roze gin. Ik drink dat niet. Lekker? Ja, wel lekker. Oké. Okay. Ik ga het ook wel proeven. Zo. Sorry. Maar wel wat fruit is er nog wel. Ja, ik wil wel een beetje rood fruit. Ja, zodat het zoveel verschil maakt. Ja. Het smaakt net naar een kop thee. Ja, nee. Een kopje rode thee. Hallo allemaal, het is inmiddels maandag en gisteren heb ik niet vlog afgesloten. Het eten was echt super gezellig. We hadden lekker veel wijntje op, gin tonics en shotjes. Die moet je hebben. Top. Nee, het was heel erg leuk. Dus hierbij wil ik de vlog afsluiten. Helemaal leuk dat Isabel er weer is. En ja, I love it. Het was super gezellig. Ja, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet me zeker niet te supporten. Like, deel, abonneer. Volg me op Instagram, TikTok. Allemaal samen verwoord. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En zie ik je volgende keer weer. Doei doei! Yes, I'll be on my way now.